Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Het is vroeg en we zitten in de auto, want we moeten naar het ziekenhuis voor Elin, helaas. Want ze komt nog steeds niet aan, sterker nog, ze was weer afgevallen. Dus ze kwam een klein beetje aan, toen was ze weer afgevallen, toen was ze weer aan, toen viel ze weer af. En daar zijn we nu. Zo, ik was een beetje overdicht. Dus we moeten nu naar de kinderarts om te kijken waar het aan ligt. En toen had ik toevallig gisteren of eergisteren, toen ik al wist dat we hierheen moesten, had ik het filmpje van Monica Geuze gekeken, waarin haar dochtertje is 1 of 2 weken ouder dan Elin. Waarin zij dus ook naar het ziekenhuis moest omdat haar kindje niet goed at. En die moest er uiteindelijk blijven. Dus dacht ik echt, no, ik had het filmpje nog moeten kijken. Maar goed, we gaan er vol frisse moed heen. En hopen dat het, ik hoop dat het iets heel simpels is en dat het zo is opgelost. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje wishful thinking. Mama is bij Niels. Het leek me niet zo handig om die mee te nemen, want we hebben geen idee hoe lang we daar zijn. Dus dat is even voor vandaag. En Niels krijgt vanmiddag een vriendje te spelen. Dat is echt mega cute. Hij had van de week zijn eerste playdate en nu alweer. Ze vonden het leuk. Dat vind ik echt heel schattig. En dat is een kindje wat al naar de basisschool gaat. En Niels zit nu nog op kinderdagblad. Ze schelen 1,5 jaar of zo, bijna 2. Maar ze vinden het heel leuk om met elkaar te spelen. En morgen hebben we een kinderfeestje met een voorstelling van de mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Dus ik krijg meteen een goed beeld van kinderfeestjes voor Niels. Die denkt waarschijnlijk dat er altijd een theatervoorstelling is, wat natuurlijk niet het geval is. Maar wel heel leuk. En zondag de boer van Sven heeft een nieuw huis. En Sven wil daar in ieder geval heen met Niels. En nog even vragen of Ede en ik meegaan. Dat hangt natuurlijk ook allemaal een beetje af van vandaag. En sowieso, het gaat dus ook naar dat geblaf wat je net hoorde. Dus Ede, die is ook nu heel verkouden. Ik ben ook weer verkouden. Niels is weer verkouden of nog steeds. We weten eigenlijk niet. Het is een soort ongoing process. Maar goed. Dus Inge heeft dit. Wat? Ga bij mijn buurt. Ik wil het niet. Maar ik neem jullie mee deze week of dit weekend. En ik hoop dat het wel een leuk en gezellig weekend wordt zonder al te veel slot. En dat Elin gewoon lekker spek kweekt. We doen ons best. Nou, dit was heel bijzonder, dit bezoek. Door een arts in opleidingen is ze helemaal gecheckt en gedaan. En het zag er allemaal goed uit. En hele prima kerel die dat allemaal deed. En die zei ook van, wat we vaak doen als we dus niet zo goed weten. Dan gaan we behandelen als ware het of koemelkallergie of verborgen reflux. Maar ik ga het even met de arts overleggen. Toen ging hij met de arts overleggen. Nou, toen kwam er een arts de kamer binnen. Nou, wij zijn allebei nog een beetje flabbergasted. Die man zei gewoon, er is niks aan de hand. Gechargeerd gezegd. Nou, zo zei hij het ook eigenlijk. Ik maak me geen zorgen. Want hij ging tekenen van de ene baby wordt gewoon, die heeft heel lang in die baarmoeder gezeten en allemaal lekker, is daar lekker gegroeid. En de ene baby wordt vroeg geboren en die gaat dan daarna ineens sprint omhoog en die zie ik niet. En de andere is te laat geboren, gaat daarna gewoon een beetje rustig op zoek naar wat er lijn is. En dan is er ineens paniek in de tent. En dat is helemaal niet nodig. Want als je zeg maar van afstand naar de grafiek kijkt, gaat hij nog steeds licht omhoog. Dat gaat gewoon. Het is niet altijd dat het in één streep gaat. En dat hoeft ook helemaal niet. Nou, dat is echt heel anders dan wat ze bij het consultatiebureau zeggen. Dus hij zegt, dat zien we wel vaker en het is goed dat jullie er zijn. Maar zolang jullie het gevoel hebben dat, je moederhart is ook belangrijk, zeg maar. En ik zei ook, wij hebben juist het idee dat het de afgelopen weken steeds beter gaat met haar. Sinds een week of twee dat ze gewoon veel meer vrolijker is en blij en rust in haar lijf en beter te lezen. En hij zei, dat is belangrijk. Als jullie hier zaten en er was van alles aan de hand, dan is het een ander verhaal. Maar goed, dat is niet het geval. Dus oké. Okay. Ja, het was heel raar. Zoveel paniek. Een maand lang bij het consultatiebureau zes keer per week. Nou ja, dat is niet waar. Maar minstens 1 keer per week erheen en allemaal zorgen. En allemaal lastig doen met voedingen. En hij zegt gewoon, als ze 80 drinkt, drinkt ze 80. Moet over 2 maanden terugkomen om te zien of hij gelijk had. Dat dan weer wel.
En ook als we het gevoel hebben dat er toch iets niet goed is, dan gewoon terugkomen. We staan daar nu gewoon onder behandeling. Dus dan kunnen we ook meteen daarheen. Dus dat is heel fijn. Maar hij zegt, nou ja, en dat is ook een beetje wat wij natuurlijk de laatste tijd zeggen. Van ja, het gaat eigenlijk gewoon beter met haar dan ooit. Dan ze eet minder. Maar goed, dus nou ja, dat geeft ons in ieder geval heel veel rust. Maar ja, het was heel raar, hè? Tja. We weten het nog even niet helemaal. We moeten laten bezinken, maar we zijn heel blij dat ze... Ja, je hebt honger, we gaan naar huis. Het duurt allemaal even. Het is nu 10:30, dus we gaan nu... Sven brengt mij thuis en dan gaat hij naar zijn werk. Heel gek dit. Zouden toch? Ik moest het hele tijd voorlezen. Ja, het is een over de turtelvest uit. Ooit hebben een collega gekregen. Ja, over de uil die zijn mama kwijt is. Haar mama. Mijn kinderen. Ik heb net de kinderopvangtoeslag aangevraagd. Dat is kriem om dat te doen, maar goed, het is weer gelukt. En het is natuurlijk wel heel fijn dat bestaat. En dat is mijn broodje. Ik heb gisteren trouwens haar kast uitgeruimd. En een hele zak met kleren die er al niet meer passen. Nou ja, die heb ik nu in de zak gedaan. Ik zag dat ze bij de kinderopvang, bij het constatiebouw een bak hadden waar je het in kon doen voor. Ik weet het in ieder geval, kon je daar kinderkleren in doen die je niet meer nodig had. Want ik dacht, ja, om nou het allemaal maar te bewaren. Mijn mama zei, haar buren zijn zwanger van de twee, dus misschien dat die ook nog wel willen. Dus nou, gaan we even kijken. Maar in ieder geval mag het hier weg. Ik heb net neus meegenomen, ik word helemaal debiel. Dus ik ga even, zodat ik even kan ademen. En nu even een beetje het huis aan kan maken. Want Niels gaat zo spelen met een vriendje. Elen zit er gezellig bij. Niels wil tegenwoordig hier graag op zitten. Dus we zetten haar eigenlijk alleen in de newborn set als hij niet aan het eten is. Dus we gaan lekker eten. Op dit iets hoger. Wat heel gezond is, maar dan met een iets minder gezonde topping. Gaan we samen drukken, hè? Wacht even, hoor. Kijk, ze had net een brievenbus kreeg. Dit kaartje. Elin. Zo leuk. Dit is van oma Langerak. En zij maakt deze kaartjes. En ze had ook nog slofjes over. En zij is van mijn eerste zwangerschapscursus. Maar ze heeft dus, nou, dit zijn wij. Nou, ik vind het echt zo leuk. Ik wist helemaal niet dat ze dat gedaan had. En ze had nog stofjes over die haar dochters in hier pasten. Dus ze had ze van de brievenbus gegooid. Echt super leuk. Ik wist helemaal niet dat ze dat had gemaakt. Ik ben helemaal blij. Fles zijn aan het uitkoken. Elin heeft keelpijn. Die ligt even lekker bij oma. Niels ligt in bed. En ik ben zo verkouden weer. En Sven heeft me twee keer gehad. Dus ik zal me eens even terugbellen. En de camera opladen, want die is bijna leeg. Deze kleine frummel is net gedoucht, dus die gaan we nu lekker afdrogen. Goedemorgen trouwens, het is zaterdag. Goedemorgen. En nou, we zijn allemaal weer hartstikke verhouden. En Elin moet ook heel zielig hoesten. Ja, we weten niet minder vrolijk op, hè? Nee, om, op. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is, maar Niels heeft weer allemaal vlekken. Het begint weer op dezelfde plek volgens mij als vorige keer. Dus het is wel een beetje gek. Ik denk dat hij allergisch is voor het weekend. Nee, ik heb geen idee. Even in de gaten houden. Want misschien dat het nu wel gewoon waterpokken zijn of zo. Maar het begint dus bij zit net boven zijn luier. S'nachts zet hij nog een luier om. Niet dat hij erin plast, maar voor de zekerheid. Want het gaat wel eens niet. Vandaag hebben we dus feestje, gaan we zo heen. En vanavond logeert Niels bij opa en oma. Elin niet, Elin blijft hier. Maar Sven is er vanavond toevallig ook weer niet. Die heeft een concert. En aangezien ik mezelf ook niet echt topfit voel, leek me één kind ruim voldoende. Ja. Nee, leek me één kind wel even genoeg. En Niels had laatst al gevraagd wanneer hij weer bij opa en oma mocht logeren. Dus nou, hè? Komt dat goed uit? Dit vindt ze dus heerlijk met zo'n hydrofiele doekroelen. Zo tref ik ook altijd aan het kinderdagverblijf. Dan zit ze in zo'n wippertje. Dan zit ze zo'n heel hele doek. Ja. Yeah. Kijk nou, jurkje van de prenatal. Dit majootje is nog een beetje te groot. Maar ik heb hem gewoon een beetje omhoog gehezen. Het is voor 0 tot 6 maanden. Dat is natuurlijk een ruim begrip.
Maar hè. Ze vond het wel het leukste erbij staan. En ik wilde dit jurkje graag aan. Feestje, hè? Dat is een jurkje aan. Gezellig. Heel zoet. Goed. Ja, willen we nou gaan slapen of niet? Dat is nou even de vraag, hè? Nou, Niels heeft zijn speelgoed bij opa en oma al gevonden. En Elin zit lekker in een feestjurk te drinken. Ja. En nou, de voorstelling was echt heel leuk. Niels vond het ook heel leuk. Dus alleen Sven heeft het helaas niet gered met Elin. Ja, dat liep allemaal uit. Maar het was heel leuk om omheen te gaan. Echt, nou ja, er ja, waren echt best wel veel kinderen ook en zo. Dus hartstikke leuk. En toen zijn we daarna weer naar de winkel gegaan. En we zijn heel koud. Ja, en nu zijn we even bij mijn ouders. We zijn alweer heel wat uurtjes verder. Want het is nu Ladies Night. Want Elin, Mittens en ik zijn met z'n drietjes thuis vanavond. Niels is uit logeren bij opa en oma. En Sven is naar een concert. En uit eten met vrienden. En ja, that leaves us. Ja. Yeah. Ik heb mijn badjes aan. Ik ben net even heerlijk op bad geweest toen Sven nog thuis was. Dat leek me wel zo'n goed idee met mijn slothoofd. Oké. Okay. En nu ga ik even een lekker pyjamaatje aantrekken. Ja, en dan gaan we nog even spelen. En dan ga ik er in bed leggen en lekker eten. En yeah. En dit is echt zo'n fijn pyjamaatje. Deze is van Kuka en die is gewoon heel mooi lang en slank. Net als Elin. Ja. Yeah. En het is, ik kan het bijna niet geloven, maar het lijkt alsof mijn Insta-stories het weer doet. Wat? Na maanden. Ik dacht ik probeer het weer eens. Ik heb het al heel vaak weer even geprobeerd, maar dat lukt al niet. En dan kan ik 24 uur lang niks op Instagram. Maar ja, doet het. Lijkt wel. Ik heb zo waar kunnen posten. Het lijkt goed, dus ik ben helemaal blij. Sorry voor mijn vreselijke stem trouwens. Nee, dus ik ben helemaal in de sos. De boodschappen zijn bezorgd, dus die moet ik zo nog even gaan opruimen. Want ze hebben nog wel eens even aangepakt, want ik was Elin aan het voeden. Maar ja, ik zei van ga jij nou maar lekker, dan doe ik dat zo wel. Wat een ideetje. Goedemorgen, het is zondag. Oh, even beginnen te praten. We zitten in de auto naar Zwolle. We zitten in de auto naar Zwolle. En dan gaan we even bij Svense ouders een bakje drinken. En daarna even naar het huis van zijn broer kijken. Dit is een nieuw huis. Niels zegt te slapen. Elin is uiteraard wakker. Die slaapt niet in de auto, tenminste niet per se. Ja, ik heb nieuwe schoenen uit, dus ik ga het zien. Deze zwede roze fans. Het is echt heel zellig met plateau. En ja, op de rode gen. Ja, ik weet, ik heb ook een rode gen. Misschien moeten we er zo boeren. Ik heb er net in de auto een fles gegeven. Ik heb ook weer mijn kettingje op, maar ik was hierheen. Wij zijn even aan mijn schoonouders. Ze zitten nu tijdelijk in een huurhuis voordat ze naar hun nieuwe huis gaan. En ze kijken uit op het water. Dus Niels roept de hele tijd, oh, een boot. Dus nou, die wordt zeer gewaardeerd. Zoals je hoort, is Elin moet nog even gaan slapen. Die is moe. En oma heeft dit voor haar gemaakt. Deze is fabulous. Deze unicorn. Ja, dus we gaan even hier lunchen en dan gaan we daarna naar het huis van Sven's broer. Dus dat is gezellig. Nog een keer. Nog een keer. Je hebt nog in, hè? Even te lunchen. Wij zijn in het huis van het broertje van Sven.
En Niels gaat even de tuin onderhanden nemen. Doet dit nou goed dan? Zo, Niels. Wil je eens proberen? Ja. En dan moet ik hier even de voet. Heel leuk huis. We zijn het ondertussen één te voeden. Gaat heel goed allemaal. Goedenavond. Wij zitten weer op de bank. Zullen nog even aan het werk. En ik niet. Ik zit met de Miwens. En de kids liggen op bed. De wasmachine draait voor de 126e keer. Het huis is nog één grote bende. Maar goed, dat komt morgen weer. Niels die heeft de SARS nog te pakken. Het is echt verschrikkelijk, al die bacillen in huis. En ik zat me net te bedenken, want hij heeft dus best wel heel veel vlekken. En dit lijkt wel iets meer op de waterpokken, maar ik zag net zijn voeten. En toen dacht ik, hey, misschien is het toch weer wat hij 2 weken geleden ook had. Toen bedacht ik me ineens dat we een nieuw soort Paw Patrol zeep hadden. Misschien dat dat het is. Dus dat vind ik nog wel even interessant om te testen. Ik weet niet hoe we erachter gaan komen. Of we er nog een keer mee gaan insmeren. Of dat we, even kijken. Maar dat zou nog wel kunnen, dat hij daar een allergische reactie op heeft. Maar eerst maar eens kijken of dit zich ontwikkelt als waterpok. Of dat het wel weer hetzelfde is. En dat is het denk ik ook maar voor deze vlog. Want er gaat niks meer gebeuren. We gaan gewoon lekker op de bank zitten. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Misschien woensdag bij een extra video. Ik weet even niet uit mijn hoofd of er één komt. Ik ben nog steeds aan het puzzelen en plannen. Maar ik zie jullie heel graag volgende week in ieder geval. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je gewoon te abonneren hieronder als je de video leuk vond. Of je naast mijn hoofd te klikken hier. En heel graag tot volgende week. Doeg!